had dan die voorbereidingen gedaan, ik had mijn Italiaans geleerd, ik had mijn gebroken dialect geleerd. En op het moment, op een gegeven moment wordt er actie geroepen en dan moet het maar doen, hè. En dan, ja, je bent toch als acteur ben je toch wel een kleine mens eigenlijk, je bent eigenlijk een onzekere mens. Dus soms kom ik thuis en ben ik dolgelukkig en soms kom ik thuis en ben ik ongelukkig. Omdat je denkt, godverdomme, ik had het beter kunnen doen. Maar die taal, ja, spelen Italiaans heeft toch een ander, is toch een ander register, vind ik. Als ik kijk naar mijn medespelers, die mijn vader en mijn moeder spelen. Ja, met dat Italiaans kun je toch iets anders wat je met Vlaams niet kunt, vind ik. Of omdat de taal verder van mijn bed staat, heb ik het gevoel dat ik er vrijer in ben. En dat geeft mij wel een fijne energie om mee te spelen. Ja, dus als ik in het begin dacht van oké, duiken naar de jaren 50. Mijn grootvader is ooit zelf destijds van Italië naar België gekomen om in een mijne te werken. Dus als ik in de fotoboeken keek thuis bij mijn grootvader, die foto's, ja, dat was gewoon helemaal die tijd. Dus ineens was dat verhaal niet meer zo ver af. Dat was gewoon mijn grootvader heeft dat nog meegemaakt. Die kan er nog over vertellen zelfs. Dus ik heb veel met hem gebabbeld ook over die tijd en hoe dat was. En dan Marokko ook natuurlijk. Dus ja, ineens... En ineens is het allemaal helder. En dan kom je op zo'n set en dan staan er van die ongelooflijke bakken. We hebben van die ongelooflijke kostuumjes aan. Dus dan moet je eigenlijk al niet meer veel doen. Hè. En dan heb je nog ongelooflijke mensen om mee te spelen. Dus dan komt dat hopelijk goed. Ja, die Italiaanse acteurs zijn wel echt klassebakken, moet ik zeggen. Maar ongelooflijk om ermee te mogen werken. En ongelooflijk om te voelen hoeveel dat die je geven. Allee, als je speelt op theater of film, ik zit altijd met twee. Hè. Maar die geven nu zoveel, je krijgt er zoveel van, waardoor je eigenlijk alleen nog maar moet reageren. Maar dat is niet alleen met de Italiaanse acteurs, dat is ook met de Vlaamse acteurs. Maar ja, als ik dan die Italiaanse scène speelde, je zit dan toch altijd een beetje te stressen dat je geen fouten mocht maken. Want het is niet standaard Italiaans, het is Calabrese, dus het is een bepaald dialect van Cosenza, het zuiden van Italië. Dus je moest er zo hard in pompen om dan vrij te kunnen spelen. En eigenlijk merkte ik hoe minder ik over nadacht dat ik dat juist zei, hoe juister ik het ook zou zeggen. Als ik gewoon mij op de scène concentreerde en niet aan het Italiaans dacht, dan kwamen die woorden er eigenlijk juist uit. Dus ja, en dat was ook dankzij hun, want anders zou me dat niet gelukt zijn, denk ik. Wordt er hier op een Limburgs tempo gewerkt? Ik weet dat niet, jong. Wat ik wel kan zeggen, is dat er fameus wordt doorgewerkt. Maar Limburgs, ik weet dat, ik vind dat er super hard wordt gewerkt. Gaan wij zo traag? Voor een goede film moeten we een tijd pakken. Hè. Als je iets schoon vindt, dan moeten we een tijd pakken. Hè. Of we nu 100 per uur gaan of 180 per uur. Ja. Maar Stijn, dat is ook fijn aan Stijn. De belangrijke scènes, daar moet je tijd aan in spenderen. Dus als er iets belangrijks wordt gefilmd, dan vind ik ook dat we daar tijd voor moeten pakken. En die pakt Stijn. En dat is toch belangrijk.